Welkom bij deze PCM video tutorial. In deze video ga ik u uitleggen hoe u Joomla kunt downloaden en hoe u deze op uw domein krijgt om hem in de volgende video te gaan installeren. In eerste instantie gaat u naar www.joomla.org om daar Joomla te downloaden. In de linker kolom vindt u een linkje naar de download van de laatste versie, dat is in dit geval Release Candidates versie 2. U klikt hierop en u gaat naar de site joomlacode.org. Dat is de centrale ontmoetingsplek voor Joomla ontwikkelaars. Iedereen die voor Joomla ontwikkelt kan hier zijn code opzetten. En dat geldt niet alleen voor Joomla zelf, maar ook voor extensies, voor uitbreidingen bovenop Joomla. En kan daar samen met anderen aan werken om die code te verbeteren. Ik kies in dit geval om de zip-versie van Joomla te downloaden. Ik klik hierop. En ik sla het op in het mapje Downloads. Het is 5 MB, dus dat kan even duren, maar in dit geval gaat het vrij snel. En zo staat hij op de computer. Ik klik op openen. De computer vraagt om bevestiging of ik het bestand wil openen met WinRAR. Dat is het programma wat ik gebruik om zip-bestanden te openen. Dat gaat een stuk sneller dan de ingebouwde zip-programmatuur van Windows Vista zelf. Dus wat mij betreft is dat een echte aanrader. Ik klik op toestaan. www.winrar.nl, dat is de locatie waar u WinRAR kunt downloaden. En ik kies ervoor om deze bestanden uit te pakken. Al deze bestanden vormen gezamenlijk Joomla. Ik klik op uitpakken in. WinRAR stelt zelf voor om het in dit mapje uit te pakken. Dat is wat mij betreft prima. Dus ik klik op OK. En WinRAR slaat aan het uitpakken. Dat kan eventjes duren. En dat is misschien een mooie gelegenheid om nog even in te gaan op de minimale systeemvereisten van Joomla. Het hostingsbedrijf waar u bent aangesloten moet minimaal PHP en MySQL aanbieden om Joomla te kunnen draaien. Zoals ik in de vorige video al even heb aangehaald. En de meeste hostingproviders die bieden wel voldoende nieuwe versies aan van PHP en van MySQL, dat u Joomla erop kunt draaien, maar het is altijd verstandig om dat vooraf even te controleren, hetzij op de website van het hostingsbedrijf of door ze even te bellen. Nou, de harde schijf is flink aan het ratelen en daar is het belletje dat het allemaal is uitgepakt. Ik sluit WinRAR af. Deze kan ook afgesloten worden. Deze ook. Ik ga naar het mapje Dirk-Jan en het mapje Downloads, waarin dan het mapje Joomla 1.5 staat. Dit zijn alle bestanden en alle mappen van Joomla. Vervolgens moet ik deze mappen, deze bestanden, verplaatsen naar het domein waarop ik Joomla wil installeren. En daarvoor gebruik ik het FTP-programma FTP Server. Dat programma is te downloaden vanaf www.ftpserver.com. En hierin kunt u de adressen, de FTP-adressen van uw domeinen opslaan. Dat heb ik inmiddels gedaan. Ik klik erop. En ga naar de juiste map. U ziet op dit moment volledig leeg. Ik klik weer op het mapje met alle bestanden van Joomla. Ik selecteer alle bestanden door middel van Ctrl-A. En ik sleep alle bestanden naar FTP-server. En nu gaat hij alle bestanden verplaatsen en zet hij ze op mijn domein.
Het is een flink aantal bestanden, maar zoals u ziet, uiteindelijk is het gelukt. Het duurt eventjes, het is even geduld hebben. Maar hier staat dan het overzicht van, hier staan dan alle bestanden op het domein waarop ik het wilde hebben. Goed, tot zover deze derde video, deze derde PCM tutorial, waarin ik u heb uitgelegd hoe u Joomla kunt downloaden en via FTP op een domein kunt plaatsen, om vervolgens Joomla te gaan installeren op dat domein. En daar komen we aan toe in de volgende instructievideo van PCM.